ik ben weer in Rotterdam. Ik ben net langs de Kuip gereden. De voetballer waar ik nu op bezoek bij ga, die heeft vorig jaar zijn debuut gemaakt bij Feyenoord. Is dit seizoen uitgeleend aan FC Dordrecht. Dus waarschijnlijk weten jullie dan wel wie het is. Wordt echt vlak bij de Kuip. Nou, de deur is al open. Hey man. Hoi. Alles goed? Goed, met jou? Thanks man. Ja, bedankt dat ik mag komen. Nou, jullie zien wie het is. Gustavo Hamer. Hoi, hoi. Kan je de Kuip zien vanaf hier? Want daar reed ik net langs. Nou. Vanaf hier zie je het mooiste staan. Zo, kijk hier. Je hebt daar vorig jaar natuurlijk mogen spelen in de Kuip. Ja, ik heb daar mooie momenten mee mogen maken. Ja. Hoe was dat? Ja, geweldig. Als jongen van de club natuurlijk, jeugd gespeeld. Ja, geweldig natuurlijk. Je droomt om daar je debuut te mogen maken of je bij de club te mogen maken. En je droom komt gewoon uit en dan speel je voor 5000 man, speel je tegen de Go Ahead Eagles thuis. En als bij elke goede aanname, elke goede bal, dan hoor je ze schreeuwen dat je het goed doet. En het is natuurlijk geweldig. En wanneer kreeg je een beetje door van, als ik nu echt mijn best ga doen, dan kan ik misschien wel hier in de Kuip spelen? Ja, ik heb het nooit echt doorgehad. Ik heb altijd mijn best willen doen en hard willen werken. Voor de rest, dan komt die kans vanzelf wel. En dat is bij mij goed uitgepakt eigenlijk. Mijn vriendin zegt altijd dat ik mijn best moet doen, dus dat doe ik ook altijd. En meer kan ik ook niet doen. Over je vriendin gesproken, die was laatst natuurlijk ook bij een wedstrijd van, jullie. Toen gaf hij nog een kusje. En dan leggen ze hem klaar voor Gustavo Hamer en wordt het 0-3. Oh, 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 Gustavo Hamer met de 0-3. En dan gaat hij naar de zijde. Ah, dat is toch lief. Wat superleuk. Maar wat doet die Stewart dan? Oh, nou, dat kan niet Stewart. 85. Doe even normaal, joh. Hij wil gewoon zijn vriendin een kusje geven. Ja, daar is natuurlijk veel over gepraat, of niet? Ook in jouw omgeving? Een heleboel natuurlijk. Vrienden die me appten, wat een gek. En je vriendin, die zit hier op de bank, Esmeralda. Ga je altijd bij hem kijken? Thuis wel, uit niet. Tenminste, uit wist ik dat Go Ahead een heel leuk, mooi stadion was. Dat is een ander verhaal. Maar ik probeer alleen thuis te gaan. Oké, dus het was toevallig dat ze uit was en dat je toescoorde. Ja. En zijn jullie al een weekendje weg geweest? Want ik hoorde dat Go Ahead nog wat zou aanbieden. Is dat nog gebeurd? Of? Ja, ik heb netjes een bos bloemen gehad en een avondje een weekendje in Deventer volgens mij. Ja. En daar hebben we nog niet gedaan, nog geen tijd voor gehad. En dat gaat nog wel komen. Nou, ik heb gehoord dat Rick Karsdorp een goede vriend van jou is. Ja. Heb je nog veel contact met hem nu die in Italië zit? Ja, met Rick heb ik wel veel contact. Die leert me veel, nog steeds. En we bellen elke week minimaal 1-2 keer. En op de app spreken we elkaar veel. En vorig weekend ben ik toevallig bij Rick geweest. Maar jullie bellen vaak en dan vraag je hem ook om tips. Of ziet hij de wedstrijden voor jou ook? Of waar hebben jullie het dan over? Ja, van alles. Over mijn vriendin, over zijn vriendin. Over hoe het met zijn blessure gaat, of vorderingen zijn. Dan wilt hij weer opeens een nieuwe hond en dan met daar vraagt hij jou om advies. Dan, hij heeft al een hond en dan zegt hij, zal ik nou een zwarte nemen of zal ik nou een witte nemen? En dan komt eigenlijk het belangrijkste. Want ik kom hier natuurlijk altijd met een reden. Ja. De vorige keer is er heel lekker gekookt voor mij. Dus ik ben benieuwd wat wij vanavond gaan eten. Ja, ik ben nou niet per se chef-kok. Dus nee. We gaan lekker Chinees bestellen. Dat is sinds vroeger al bij mijn moeder en bij mijn vader is dat erin geknald. Elke zondag eten wij Chinees. Ja. Maar gisteren is dat er niet van gekomen. Dus dan gaan we er lekker vandaag bestellen. Doen we het vandaag. Dan gaan we het gewoon ophalen, oké? Okay? Ja, dat is goed. Dan gaan we lekker in de auto muziekje aan. Ja, deze? Ja, ik ga binnenkort op wintersport. Dan heb je natuurlijk met de après-ski ook dit soort muziek. Ja. Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo'n mooie vrouw. Ik ben een boef, je bitch wil plakken man. Links, rechts, doe je ding, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent grappig man. Dit is Alkmaar en dit is Amsterdam. Maar we gaan nu naar de Chinees in het centrum. En weet je dan ook wat je vriendin wil? Want die eet natuurlijk ook mee. Ja, die wil Fuyonghai en mini lumpia's. Ja, die zijn altijd extra, lekker. Extra mini lumpia's. Dus, Babi Pang Pang. Pang Pang. Pang Pang, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt, ik ben geen Chinees. Mag ik Babi? Nummer 183, Babi Pampang. Ja. Die staat gewoon in cijfers nu. Ja, want ga je lachen dadelijk. Ja, we hebben even wat Chinees besteld. Godsamme.
We hebben voor 20 man eten, maar hebben geen pindasaus. Dus dan word je meteen weer de deur uitgestuurd. Ja. Nou, dat heb je snel gedaan. Ja, ik heb hem. Pindasaus en kroepoek. Kroepoek. Nou, ik ben blij dat je gekookt hebt. Er zit hier lekker kerstboompje. Kaarsjes aan. Is hij altijd zo romantisch gezellig? Of? Ja, dat wel. Dat wel? Dat wel. Nou, als Esmeralda ook gezellig, kom gezellig erbij zitten. Ja. Dan gaan we lekker eten. Ik heb een aanbrand of zo. Oh ja, mijn saté moet in de gaten worden gehouden. Nou, bedankt. En dan, ik ga lekker eten, dus ik zie jullie de volgende keer weer. Hoi. Doei.